Mogelijk gemaakt door Beestenplein, Welzijnscentrum voor Huisdieren. Wij dragen onder andere bij aan het huisdierwelzijn via onze webshop met natuurlijke diervoeding, ons e-magazine en onze caviaropvang. Kijk voor alles wat te doen op www.beestenplein.nl. Hoi allemaal en welkom weer. En deze keer gaan we een voerpuzzel uitproberen, want onze kast lag niet vol genoeg met voerpuzzels voor de honden. Tenminste, er was nog een klein gaatje vrij voor iets nieuws. En we hebben deze puzzel uitgekozen omdat hij moeilijker zou zijn met niveau 3 van de 4. En voor onze intelligente kelpjes is dat vast een leuke uitdaging. Dus we gaan vandaag uittesten het Dorcasino speeltje van Outward Hound. We testen het speelgoed op de volgende punten. Dat zijn degelijkheid, het ontwerp en het speelplezier. Sielke en Lilo hebben de puzzel uitgeprobeerd. Beide zijn al aardig ervaren puzzelaars die de kneepjes van het vak redelijk goed kennen. De puzzel kon hun gekrap en geduw goed weerstaan en alles zat ook goed vast. Daarom kunnen we wel concluderen dat deze puzzel stevig genoeg is voor de meeste honden. Ik zou de puzzel alleen niet zonder toezicht gebruiken, want de kans is natuurlijk aanwezig dat enthousiaste honden iets enthousiast op onderzoek uitgaan. En dan weet ik niet of de puzzel nog wel zo degelijk is. Onze honden vonden het vrij lastig om de schuifjes open te maken. Sielke werkt graag met haar bek om de schuifjes open te trekken, maar ze kon hier niet zo goed bij. Met haar voorpoten en doordat de puzzel wat verschoof, vielen de bakjes ook open. Er zijn dus wel alternatieve manieren om bij het voer te komen, gelukkig voor de honden. Ik weet niet of het de bedoeling is dat deze lades wat moeilijker open te maken zijn, maar onze honden hadden er best wel wat moeite mee. We hebben de schuifbordjes bovenop de puzzel ook uitgeprobeerd. Hiermee vergrendel je de lades tot ze teruggedraaid worden en dan kunnen ze dus nog niet bij het voer. Totdat die bordjes dus weer op zijn plek zitten. Dat was voor nu geen succes. Ze snapten er geen drol van dat die bakjes ineens niet meer open gingen. En nu hebben we de puzzel natuurlijk nog niet zo vaak gebruikt. Dus misschien komt dat nog wel als we ze wel wat vaker gaan gebruiken. Als een hond het wel begrijpt, voegt het zeker wel een extra moeilijkheidsgraad toe aan de puzzel, zodat ze er nog langer mee bezig zijn en nog meer na moeten denken. Voor nu hebben ze in ieder geval even wat leuks gedaan en hun kopje gebruikt. Ik denk dat we hem vaker gaan gebruiken, eventueel gecombineerd met andere puzzels tot een snuffelparcours. En misschien dat ze de bordjes dan ook wel gaan snappen en dus eigenlijk nog wat langer bezig zijn en nog wat beter na moeten denken. Onze conclusie is geworden: degelijkheid 4 sterren, omdat hij behoorlijk bestand is tegen stoten en krassen. Het ontwerp krijgt 2 sterren. Het is een mooie puzzel, maar omdat ze toch wel wat moeite hadden om bij de lusjes te komen, ja, dat scoren we toch wel iets van minpunten voor. Speelplezier hebben we 4 sterren gegeven, omdat er eten in kan en het blijft sowieso interessant daardoor. En plus er zit een extra moeilijkheidsgraad in met die bordjes die je kunt verschuiven. Heb je nou ook een speeltje wat je graag uitgetest wilt zien? Mail dan even naar info@beestenplein.nl. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Doei!